zweefsprong voorover gehurkt van Sean Dont. Wat een ontlading. Wat een opgekropte frustratie. Sean! Dank u wel. Ah, dit deugt. Dit echt deugt. Eerste reactie? Oh, ik heb geen idee of het er goed uitzag, maar het voelde geweldig goed. Ja. Nu, Frans, ik heb er geen verstand van, maar we zijn de hele tijd over een zweefsprong bezig. Ik heb hem eigenlijk heel goed zien duiken, maar niet zien zweven. Ja. Elke duik, in welke richting dan ook, noemen we een zweefduik. Alleen dan is natuurlijk de houding bepalend. En als het dus een gestrekte houding is, dan zie je dat echt lekker zweven. In dit geval kiest hij voor een gehurkte houding. Maar het blijft toch een zweefsprong. En een hele goeie, moet ik zeggen, overigens. Technisch heel goed uitgevoerd. Op wat haken tenen na bij de landing, maar wel heel mooi recht. Ja, het is natuurlijk jammer dat het is een relatief makkelijke sprong nog. Maar ik snap dat dat ook door die trainingsachterstand komt. De uitvoering... heel goed. Geduchte tegenstander, als je door kan. Ja, ja, ja. Anna, mooie man, mooie sprong. Yes, absolutely. And I remember that in the first heat you came and you said, oh, I'm pretty pissed, I cannot dive, I have this ear injury and I wanted to dive for you. And ear injuries are actually very common in diving and there's nothing you can do about. So I'm really happy that you could perform tonight. And in English we say, if you really hit a very good dive with no splash, we say, you nailed it. So you as a former singer of Nailpin, I can tell you, you nailed it. You nailed it. Goed, Fred, tot slotte. Ja, inderdaad, Sean. Voor jou moet dat wel even schrikken geweest zijn. Die blessure aan je oren. Ik weet dat muziek de grote passie in je leven is. Je eigen studio-instrumenten. En dan heb je die oren ook echt wel nodig. Ik vind dat heel moedig dat je hier vanavond terugstaat, dezelfde sprong doet. En er ook nog van geniet, dat je niet de schrikken mee hebt. Dat wil zeggen dat je er echt van geniet en dat werd inspirerend. En dat is nu net wat de sport in Vlaanderen en in België nodig heeft, de schoonspringsport. Je hebt een heel mooie sprong uitgevoerd vanavond. Van mij mag je zo door naar de volgende ronde. Dank je wel. Volgens mij zitten daar hele leuke punten in. We gaan eens kijken. Ik trek iets af voor de moeilijkheidsfactor en ik geef een 7,5. Anna? Heel goed gedaan, 7,5. Dankjewel. En Fred? Ja, heel mooi gehurkt, een mooie landing, een 8 voor mij. Een 8 tenslotte voor Fred. Het heeft een totaal van 23. En we gaan heel snel eens kijken wat dat met het klassement doet. Ja, kijk, dan zien we dat jij gewoon op de 4e plaats komt. Lekker toch? Samen met Cedric. Dat is al fantastischer dan ik had durven hopen. Voilà, een blije Sean. Dankjewel.